sta hier bij camperplaats Vecht in Weide. Dit is de plek die jullie denk ik allemaal wel kennen. Maar verderop, 300 meter verderop geloof ik, is voor dezelfde eigenaar ook een camperplaats. En dat gaan we nou even bekijken. Ik kom net een auto aan. Niet een hele drukke weg en zo heel harde rijden zie je ook niet, dat valt mee. Woonboten aan de overkant. En die plek, volgens mij was daar ruimte voor 16 campers. We gaan het even bekijken. Dit is de ingang. Zoals ik had begrepen was de prijs hier ook 14 euro. Net als op die andere plek. Die andere plek sta je dan op de klinkers. En op deze plek sta je in het gras. Gaan we hier rechtsaf. Allemaal kikkers. En hier gelijk bij de ingang heb je je plek waar je dus je chemisch toilet kunt leggen. Grijs water. En ik zit even te kijken. Oh ja, en daar heb je de kraan. Er zitten 5 meter. Bijna, ja, 5 meter. Ruim 5 meter er vandaan. Heb je plek waar je drinkwater hebt. Dat is altijd wel mooi, hè? Niet te dicht daarbij. En het zit allemaal bij de prijs in, zo te zien. Gescheiden afval. Net als op de andere plek. Oh, er is nog wel plek. Ik dacht gisteren te horen dat het bijna vol stond hier, maar dat valt mee. Mooi aangelegd. Daar nog een picknickbankje. Ik praat even een beetje zachter, want de meeste mensen slapen nog. Toiletgebouw daar. Dan ga ik nog niet naar binnen, omdat we hier niet staan. Mooi aangelegd. Een brede weg hier naartoe. Dus als er geen plek meer is, op die andere plek, kun je hierheen. Maar bovenal, als je liever in het gras staat. Er zijn gewoon heel veel mensen die staan liever in het gras. Dan hebben ze meer een beetje dat vakantiegevoel. Alsof ze op een camping staan. Ja, ieder zijn eigen natuurlijk. Hè? De een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. Maar dit is wel mooi, hè, dat er weer een plek bij is. En hemelsbreed misschien 250 meter. Daar zie je de camper staan. En daar zie je die andere camperplaats. En aan de overkant van de weg heb je de Vecht. En als je van fietsen houdt, een heel mooi fietsroute netwerk heb je hier.